5 maart zal voor mij er altijd aan herinneren. Altijd. Kracht. Kracht. Wat geeft mij nou kracht? Kracht. Kracht. 100% kracht. Mensen die alleen zijn komen te staan waar de partner van is overleden, die dan toch weer het stukje sociaal leven weer op gaan pakken. Ja, dat vind ik echt kracht. Iemand die bijvoorbeeld zegt van, ja, allemaal leuk en aardig wat jullie zeggen, maar ik wil het op deze manier. En dan zijn wij er. Dan komt de thuiszorg. Ja. En dan gaat het nog iets harder regenen. Oh, dat mag niet. Ja, nou, dat die mevrouw van 100 nog met haar vriendinnen een wijntje drinkt en naar beneden naar een bingo of naar zoiets gaat. En ze verzorgt haar planten nog. Wat kan je nou krachtiger voorstellen als je 100 bent en je doet dat nog en je wil het nog en je kunt het nog, hè? Positief in het leven staan, nou, dat vind ik best. Hè? Een vrouw opgenomen in een verpleeghuis, dat is best heftig. Als je 84 bent, hè? En dan nog lichtpuntjes kunnen zien. Dat is iemand waar ik een aantal jaren geweest ben, die ik ook heb mogen verzorgen. Die eigenlijk vorige week afscheid heeft genomen en voor euthanasie heeft gekozen. Die kracht heeft om te besluiten om zijn leven op deze manier te eindigen. Dus ik heb een fel momentje. Ik liep al enkele jaren bij die klant. Die had ernstige klachten, die had geen contact met familie. Totdat ik daar op een bewuste dag kwam en dat ze tegen mij zei van, God, ik heb nog heel veel mondkapjes, wil jij die hebben? Toen heb ik gezegd, nee, die moet je niet wegdoen, want die hebben we allemaal nog nodig. Toen zegt ze, ja, maar vrijdag ben ik er niet meer. Dus die heb ik ergens moeten helpen met een soort van euthanasie. 5 maart zal voor mij er altijd aan herinneren, altijd. Een mevrouw van 91 die langs het bed gleed in de bovenbeen brak en zei dat ze weer terugkwam om voor haar man te zorgen. En ik denk 8 weken later dat ze weer terug was. Weliswaar met een rollator, maar ze deed eigenlijk alles weer. Dan heb je wel kracht. Dus dat is kracht volgens jou? Absoluut. Jazeker. Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay. Houden en bedankt. Ga voor geluk en bekijk alle video's van de ActiefZorg Gelukscaravan. En dan ben ik ook blij.